Thomas Pol, nieuwe speler van Almere City FC. Waarom heb jij je verbonden aan de club in de polder hier? Ik denk dat Almere City een mooie club is, veel ambitie. En ik wil me daaraan verbinden. En het lijkt me een mooie stap om hier te komen voetballen. En samen die ambitie waar te maken. Ja, wie heeft Almere City in huis gehaald met jouw persoon? Almere City heeft een voetballer in huis gehaald die ik beschik over loopvermogen, kan mijn mannetje staan, sterk hem die wel. Dus een voetballer die als linksback veel kan aanvallen, verdedigen en daarin zijn steentje kan bijdragen. Ja, wat is je favoriete positie? Waar ga je echt op focussen? Mijn favoriete positie is wel de linksback positie en ik zou eventueel ook linkscentraal uit kunnen. Ja, dan ga je weg bij FC Groningen. Er waren eerst wat geruchten dat het om een huurovereenkomst zou gaan, maar je hebt echt voor 3 jaar getekend hier. Heel resoluut. Met wat voor gevoel ga je nu weg bij FC Groningen? Met een prima gevoel. Ik heb bij Groningen de jeugd doorlopen, uiteindelijk daar mijn debuut gemaakt. Dus uiteindelijk heb ik bij Groningen ben ik opgeleid en uiteindelijk ga ik nu weg bij Groningen om bij Almere te focussen. Om veel speelminuten te maken en hopelijk een mooi jaar of mooie jaren tegemoet te gaan. Ja, wat is het absolute doel hier? Veel spelen en uiteindelijk om promotie spelen. Oké, heel veel succes. Heel bedankt. Dankjewel.